Hallo allemaal en welkom terug bij Vlogmas. Vandaag heb ik een iets andere video voor jullie dan een dagelijkse vlog. Het leek me namelijk nog eens leuk om een Q&A te gaan doen. Het is al mega lang geleden dat ik nog eens een Q&A gedaan heb. Ik denk zelfs dat de vorige Q&A... Nee, nu ga ik dingen zeggen die niet waar zijn. Maar alleszins, het is echt al mega lang geleden. En ik heb een tijdje geleden via Instagram, via zo'n vragen dingetje, dit hier... gevraagd of jullie een aantal vragen voor mij hadden. Nu, ik heb mega veel vragen gehad. Ik heb er ook al screenshots van genomen, omdat ik bang was dat ik ze anders kwijt ging zijn. Maar dus echt, keeps on going. Echt mega veel vragen van jullie gekregen. Super leuk. Dus het leek me leuk om er vandaag een aantal te gaan uithalen en die te gaan beantwoorden. Dus dat is exact wat ik ga doen. Er waren twee vragen specifiek waar jullie echt mega benieuwd naar waren. En die heb ik ook echt heel vaak gekregen. Dus ik dacht, oké, ik zal ze maar gelijk gaan beantwoorden. Vraag 1 was, wanneer beginnen jullie aan kindjes? En vraag 2 is, wat doe je van werk naast YouTube? Ik heb een paar maanden geleden, ik denk ondertussen al 7 maanden geleden, is een subtiel fotootje gepost op Instagram dat ik de volgende dag zou beginnen aan een nieuwe job. Nu, voor degenen die dat nog niet weten, ik werk naast YouTube part-time, gewoon echt vast, als een normaal mens, zal ik het maar zeggen. Dus YouTube is niet mijn voltijdse baan, zoals een aantal van jullie misschien zouden denken. Nee, YouTube is mijn part-time job. En daarnaast heb ik ook nog gewoon een echte volwassen... Echt een volwassen mensenleven ben. Hiervoor werkte ik bij Kinepolis en daar was ik eigenlijk altijd wel heel open over. En ik heb het eigenlijk niet echt bewust stilgehouden. Ik vond het eigenlijk wel fijn om dat gewoon in de eerste instantie nog eventjes voor mezelf te houden. Je komt natuurlijk terecht in een nieuwe plek, met nieuwe mensen, nieuwe omgeving. En ik vond eigenlijk dat ik het daar eerst eventjes moest wennen en dan mensen leren kennen en dan uiteraard... komen vaak de vragen van, oh, je werkt part-time, doe je hiernaast nog iets? Ja, hè, ik doe hiernaast nog iets, oh, wat dan? Dus het begon ook wel algemeen meer bekend te raken dat ik YouTube deed on the side. Want het is natuurlijk ook nog niet, of doe, want het is natuurlijk altijd nog niet echt super algemeen bekend. Maar goed, zonder al te veel in detail erin te treden. Ik werk tegenwoordig op de luchthaven, een heel publieke plaats. Dus de kans is wel groot dat je me daar ooit gaat tegenkomen. En ik werk daar ook nog steeds part-time, maar dan meestal in de voormiddag. Dus ik werk iets meer dagen in de week, maar dan kortere uurtjes na elkaar. Terwijl ik bij Kinepolis 3 of 2 langere dagen deed, maar dan minder dagen in de week, maar dan gewoon langer. Dus voilà, daar heb je het. Ik werk tegenwoordig op de luchthaven. Een plek waar mijn hart echt wel verloren is gegaan. Ik heb als student ook een aantal jaren op de luchthaven gewerkt als studentenjob. Ik vond dat het nu al het moment was om dat te gaan doen. En de tweede vraag die alom wel heel veel gesteld was, was wanneer wij aan kindjes gaan beginnen of wanneer dat er kindjes gaan komen. Ik was er wel een beetje van geschrokken dat zoveel mensen dat vragen. Hè. Mensen gaan er dan gelijk van uit. En dat merk ik in mijn omgeving ook wel. Van, oh, je hebt een huis, je woont samen, je bent zoveel jaar samen. Hoppatee, wanneer komen de kinderen? Nu, ik moet zeggen, wij willen heel graag kindjes. Dus het is wel iets dat zeker op de planning staat. Voor wanneer? Ja, wie zal dat weten? Het enige wat ik er eigenlijk echt over kan zeggen is dat het voor mij geen 2 jaar meer hoeft te duren. Om even een timeframe te geven. Ik heb wel het gevoel dat ik er klaar voor ben, minus een aantal dingen in het huis. Ik zou wel heel graag nog een aantal dingen in huis eerst klaar hebben. Bijvoorbeeld de keuken. Dat zijn gewoon zo'n aantal dingen, dat geeft mij dan gewoon peace of mind. Maar ik denk eens dat dat van de baan is, dat ik er wel klaar voor ben. Maar natuurlijk, je moet er met 2 helemaal klaar voor zijn. Dus we'll see. Oké, en dan over naar een aantal van de vragen. Emma vraagt, welk land dat je nog niet bezocht hebt, wil je zeker eens bezoeken? Ik denk dat er daar zeker 2 heel hoog van op mijn lijstje staan. Ik zou heel graag eens naar China gaan en eens heel graag naar Japan willen. Echt, dat zijn zo 2 landen die ik heel graag eens zou willen bezoeken. Die staan zeker heel hoog op onze lijst. En nou ja, dan moeten we maar eens gaan bekijken wanneer we daar gaan geraken. Maar ja, wie tips heeft voor Japan of China, laat ze zeker achter bij de comments. Dan vraagt Charlotte, hoe lang ben je al samen met Zoe? Wij zijn sinds augustus 6 jaar samen al. Het gaat zo snel. Aurélie vraagt, ben je nog steeds bezig met sport en gezonde voeding? Heel goede vraag. En daar heb ik een heel simpel antwoord op.
Niet echt, nee. Ik moet zeggen dat ik het afgelopen jaar met de verhuis en een nieuwe baan, Zoe heeft ook een nieuwe baan, dat ik echt gewoon heel erg ben bezig geweest met andere dingen. Maar dat is zeker iets dat ik in het nieuwe jaar terug wil gaan opnemen. Nu, dat wil niet zeggen dat ik mij slecht voel in mijn vel. Het is echt wel een van de eerste jaren dat ik mij nog nooit zo goed heb gevoeld. Maar dus ik ben vanaf januari zeker van plan daar weer meer mee te gaan beginnen. Ik ben ook terug van plan om echt wel meer terug actief te gaan rennen. En daarbij ook nog een beetje krachttraining te doen. En ook weer gezonder te gaan eten. Maar ik wil mezelf zeker niet echt super hard onder druk zetten ofzo. Ik weet niet. Dat is iets dat ik voorgaande keren altijd wel meer deed. Van echt, het moet zo en zo en zo. En ik denk, als ik het gewoon dit jaar zoveel chiller aanpak, dat het voor mezelf ook gewoon veel gemakkelijker gaat zijn. Dat het echt meer een levensstijl gaat worden in plaats van een moedertje. En dan ook nog een vraag die heel veel voorbij kwam. Ik zie hem hier twee keer staan. Wil je ooit trouwen? Ja, ik wil heel graag trouwen. Het ging sneller, het antwoord. Ik wil heel graag trouwen. En mijn idee was vroeger wel altijd van eerst samenwonen, dan trouwen en dan kindjes. Maar ik denk dat ik daar het laatste jaar een klein beetje ben van afgestapt. Het zou voor mij geen ramp zijn, moesten er eerst kindjes komen en dan we dan trouwen. Of dat het gewoon anders is dan dat ik gedacht had. Ik ben daar iets chiller in geworden. Hoewel ik wel echt heel graag wil trouwen. Omdat ik dat ook gewoon iets heel moois en symbolisch vind. En zo'n dag voor ons beiden. En ik vind dat gewoon belangrijk. Dat je dan aan elkaar laat zien. Ja, van dit is het echt voor altijd en forever. Dus ja, ik zou wel heel graag willen trouwen. Maar wanneer en onder welke omstandigheden en met wat voor feest, dat zal de toekomst wel brengen, dat weet ik niet. Er vraagt iemand, hoe gaat het met Jack en Theo in combinatie met de kerstboom? Onze kerstboom. Eigenlijk supergoed. We hadden echt ons hart vastgehouden van oh my god, die beesten gaan dat ding echt gewoon afbreken. We hadden echt al horrorverhalen gehoord van andere mensen dat de kat erin klom en dat de boom was omgevallen en alle ballen eruit. Maar eigenlijk hebben ze er totaal geen interesse in. Net zoals eigenlijk alle andere planten in ons huis. Net zoals een kerstroos. Ik heb hier een kerstroos staan en er waren al een aantal mensen die zeiden oh, dat is giftig voor katten. I know, maar het interesseert ze echt gewoon niks. Ze zijn er helemaal niet in geïnteresseerd. Ze gaan er niet aan snuffelen. Ze komen er zelfs eigenlijk niet echt bij in de buurt. Het is ook niet echt dat ze alleen worden gelaten in de woonkamer. Ze zijn hier meestal wel als wij hier zijn. Dus ik kan het ook altijd wel in de gaten houden. Maar tot nu toe echt nog nergens echt interesse in gehad. Dus keep your fingers crossed, want ik wil dat wel graag zo houden. Aliki vraagt, hoe voelt het om zelfstandig te wonen en wat mis je van thuis? Ik vind het heerlijk om zelfstandig te wonen. Ik vind echt wel dat dit huis ons echt onze thuis geworden is. We voelen hier ons allebei wel echt enorm thuis. En we hebben er wel echt ons plekje van gemaakt. Dat is minder snel gegaan dan ik dacht. Ik dacht echt van, oké, we gaan hier wonen en dit gaat echt onze thuis zijn. Omdat ik gewoon echt zo verliefd was op dit huis. Maar ik bedoel, dat is normaal dat je dan verhuist in een huis en dat je dan toch denkt van, oei, het is toch niet zo thuis als ik dacht. Maar eigenlijk sinds dat alles geschilderd is in de woonkamer en dat de meubels er staan zoals wij het willen en dat het echt gewoon een thuis is, echt onze spullen, onze geur, alles is hier, onze poezen zijn hier, is het wel echt onze thuis. En refereer ik ook, thuis is dit huis. Dat is niet meer bij mijn moeder. Dat is meer bij mama of waar zij dan woont. Maar wat mis ik het meeste van thuis? Thuis, dat vind ik een heel moeilijke vraag, aangezien ik echt wel heel gelukkig ben hier. Ik denk gewoon het feit dat je daar samen woont met je ouders, met mijn mama in mijn geval, en dat je daar gewoon altijd met elkaar kan babbelen, wanneer dan ook. Ja, zo'n dingen, dat je gewoon altijd maar met elkaar kan babbelen, wanneer dan ook. En dat de was gedaan werd. Ja, het is wel echt heel erg dat ik dat moet zeggen, maar de was en de strijk, oh, ik haat het zo erg. Wow. Maar goed, dat hoort er ook bij. Nee, maar ik ben echt gewoon heel gelukkig met hoe het gaat. En ja, eigenlijk, ik moet eerlijk toegeven, ik mis minder van mijn ouderlijk huis dan ik gedacht had. En ik denk eigenlijk ook wel dat het zo hoort te gaan, dat het echt wel het ideale scenario is. Dit vond ik ook nog wel een heel leuke vraag. Ik ga niet te lang meer rekken, want ik zit al aan 14 minuten. Man, ik kan echt babbelen. Er vraagt iemand, hoe sparen jullie? Je hebt bijvoorbeeld al snel een huis gekocht, je maakt leuke rijtjes en zo. Ik kijk er naar op. Dat vind ik heel lief dat je dat zegt. Hoe sparen wij? Dat vind ik eigenlijk wel moeilijk om te beantwoorden eigenlijk. Want het is niet dat we daar echt een gestructureerd
plan voor hebben. Ik ben wel van plan om vanaf januari, want nu met het einde jaar en zo is dat altijd, dan geef je andere dingen uit dan anders, om vanaf januari echt wel ons budget meer te gaan tracken. Niet per se omdat we te veel uitgeven, maar gewoon omdat ik echt wil weten aan wat we het allemaal uitgeven. Want soms gaat dat zoveel sneller dan dat je denkt. En dan wil ik wel echt een plan gaan maken met hoeveel dat we exact sparen. Maar eigenlijk verder in de grote lijnen. Nu, we kunnen ons inkomen verdelen in drie. We hebben Zoe's inkomen, we hebben mijn inkomen van mijn vaste job. En daarnaast heb ik ook af en toe mijn inkomen van YouTube. Dat is absoluut niet elke maand dat daar van binnenkomt. Dat is soms dan een maand niks, soms dan een maand dan weer hoger. Dus het is niet dat dat echt mee in onze vaste in ons vast budget zit. Maar hoe wij echt sowieso sparen, is dat alles van mijn inkomen van YouTube gaat gelijk naar onze spaarrekening. Wij hebben ook een gezamenlijke rekening, dus we hebben geen aparte rekeningen meer. Ik heb mijn rekening bij mijn bank opgezegd. Zoe heeft dat ook gedaan. En we hebben samen bij onze nieuwe bank een rekening geopend. Daar wordt ook ons loon opgestort. Nu, ik heb wel nog een aparte rekening waar mijn btw-nummer aan verbonden is, aangezien dat dat verplicht is als je zelfstandige bent. Ik heb dus een zakelijke rekening en dan hebben we een gezamenlijke spaarrekening. Dus we hebben een gezamenlijke zichtrekening, ik heb dan mijn zakelijke rekening en dan hebben we een gezamenlijke spaarrekening. Dus alles wat dat er op mijn zakelijke rekening gaat, daar gaat sowieso alles wat dat daar van binnenkomt, gaat de helft sowieso al naar onze spaarrekening. Waarom de helft? Ja, omdat je als zelfstandige nog belastingen moet betalen. Dus ik voorzie altijd de helft van wat ik binnenkrijg, hou ik op die rekening voor belastingen. En dat is echt gewoon heel fijn. Voor de rest komen eigenlijk al onze inkomsten en al onze uitgaven samen op onze zichtrekening. Onze lening gaat van onze zichtrekening, onze, weet ik veel, elektriciteit, water, Proximus. Alles gaat daar vanaf. Het is niet zo dat wij aan het begin van de maand een vast bedrag al gelijk overzetten naar de spaarrekening. Dat zou ik eigenlijk ideaal scenario vinden, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet waarom dat we dat niet doen, maar ja, dat is nu helemaal nog nooit zo gekomen. Maar dat wil ik wel in januari zo gaan doen. Maar meer doorheen de maand, als we merken van oké, het is de 15e, er zijn nog 15 dagen aan de maand, er staat nog zoveel geld op de rekening, daar komen we ruimschoots mee toe voor die 15 dagen, daar gaat dat stuk al, naar de zicht. Dan gaat dat stuk al hop, gelijk naar de spaarrekening. En we houden er nog zoveel over om van, zeg maar, toe te komen die maand. We hebben tot nu toe eigenlijk altijd wel toegespaard naar iets. We zijn nu eigenlijk voor onze keuken aan het sparen, of meer bedoeld, zeg maar, een buffer aan het sparen. Ik zal het zo zeggen, onze keuken is nu volledig gespaard, maar we willen wel graag, als die keuken gezet is en die staat daar, een buffer overhouden voor moest er iets gebeuren, de auto gaat kapot of weet ik veel, er is onverwachts een grote kost aan het huis, dat we dat dan ook nog wel kunnen gemakkelijk betalen. Maar als jullie het leuk vinden, kan ik daar wel eens een meer uitgebreide video over maken, van hoe hebben wij ons huis gekocht, hoe hebben wij daarvoor gespaard, hoe hebben wij voor andere dingen gespaard, hoe hebben wij zo'n dingen gedaan, want ik kan me inbeelden dat het als startend koppel niet gemakkelijk is. Wij vonden dat ook wel echt niet gemakkelijk. Gewoon omdat de informatie ook gewoon zo zakelijk is en zo beperkt is online. Dat vind ik zelf wel. Dus als jullie graag daar een video over willen zien van hoe te sparen en hoe bijvoorbeeld wij gespaard hebben voor een huis of hoe we een huis gekocht hebben, laat het dan zeker weten bij de comments. Dan ga ik daar zeker eens mee aan de slag. Dat vind ik ook wel interessant. En dan de laatste vraag voor deze Q&A van Babette. Wat vindt je vriend en je dichte omgeving ervan dat je een YouTubester bent? Ik denk wel dat zij dat leuk vinden. Zoe heeft daar alleszins... Oeh, ik krijg een mail binnen. Zoe vond het alleszins altijd van het begin al heel erg leuk dat ik dat deed. Die heeft mij daar ook altijd heel hard in gesteund en me daarbij geholpen. Altijd meegekeken van hoe kan het kwalitatief beter en hoe licht en zo. Want hij is daar nu gewoon echt wel heel goed in. Zo dingen opzoeken en uitzoeken en zo. En mijn vriendinnen heb ik het eigenlijk iets later verteld. Hun heb ik het, of zij zijn erachter gekomen of heb ik het hun verteld. Ik weet al niet meer exact hoe het gegaan is. Als mijn kanaal iets groter was. En eigenlijk heeft iedereen er altijd heel positief op gereageerd, dat ik weet. Maar ik denk dat mijn directe vriendinnen dat eigenlijk altijd wel heel positief en leuk vonden. Ik krijg ook wel vaak berichtjes als er een video gepost is van oh, dat heb je leuk gedaan, oh, dat is leuk, en oh, werkt dat product, en oh, hoe zou je dit doen? Het is ook altijd wel leuk dat ik van hun daar altijd feedback van krijg en reacties over krijg en zo. Dus eigenlijk, over het algemeen reageert iedereen er altijd wel heel goed op. Ook als ik het mensen vertel, zeker van mijn generatie, ik ben 25, reageert iedereen altijd van ah, leuk, en hoe werkt dat dan? En altijd heel nieuwsgierig. Op mijn werk zijn er ook al iets een oudere generatie dat er werkt. En die kijken dan wel eens van oké, steek je daar een je tijd in? Ja, oké, fine. Maar dat boeit dan verder ook niet zo. Maar over het algemeen reageert iedereen er super leuk op. En dat vind ik ook wel heel tof.
Dus dat was hem, de vlogmas van vandaag, de Q&A. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Morgen ben ik er weer met een gewone vlog. En dan gaan we weer vrolijk verder aftellen naar kerst. Voor nu, doe een thumbs up als je hem tof vond. En dan zie ik jullie morgen weer. Bye.